Hey allemaal, welkom op het kanaal van de WWF Ranger Club. Ik ben Elias en ik ben zot van okapi's. Ik heb zelf ook een club opgericht om de okapi's te beschermen. Nu vraag je natuurlijk af van wat zijn okapi's en waarom moeten die beschermd worden? Wel, dat kom je nu allemaal te weten. Okapi! Okapi! Hoe zien okapi's eruit? Nee, misschien eerder zo. Oké, nu even serieus. Ik weet zeker dat u de volgende 5 feiten niet weet over de okapi. Hier komen ze. 1. De okapi lijkt misschien op een zebra, maar het is de familie van een giraf. Het wordt ook wel de bosgiraf genoemd. En ze hebben ook van die hoorntjes als een giraf. 2. De okapi's hebben strepen op hun poep en op hun poten. Ze hebben dus perfecte camouflage voor in het regenwoud. Elke okapi heeft ook zijn eigen streepjescode. Zo kan de moeder zijn jongen ook herkennen. 3. De tong van de okapi is blauw en kan wel 35 centimeter lang worden. Wow, dat is echt lang. Met zijn lange tong grijpt de okapi takken om de bladeren op te eten. En hij gebruikt ook zijn tong om dingen te onderzoeken en om zijn ogen schoon te likken. Okapi's zijn ook heel propere dieren, want ze willen niet van de grond eten zoals dat je soms andere dieren ziet doen. Nummer 4. Okapi's die leven alleen, maar als ze elkaar begroeten, dan begroeten ze elkaar met een kuchje. Is dat iets meer keel? Dan tenslotte nummer 5. De okapi's die kunnen tot 30 jaar worden. En op 18 oktober dan is er de Wereld Okapi-dag en dan worden de okapi's in de bloemetjes gezet. De okapi's die leven in Congo. Maar zoals ik al zei, zijn ze bedreigd. Omdat er veel bomen worden gekapt, is het voor de okapi heel moeilijk om te kunnen overleven. Mensen uit Congo jagen op de okapi voor het vlees. Nu zijn er nog maar zo'n 10.000 okapi's over in het wild. Net als de okapi zijn er nog heel veel andere dieren die ook zijn bedreigd. Zoals de gorilla, het sneeuwluipaard, de blauwvintonijn. Ze zijn bedreigd omdat hun leefgebied verdwijnt, mensen op hun jagen en door de opwarming van de aarde. Hoe kun jij helpen? Geef een spreekbeurt in je klas en vertel over de bedreigde diersoorten zoals de okapi. Op de website van de Ranger Club vind je veel meer informatie. Vergeet niet te liken en te abonneren en check mij in de nieuwe film Binti vanaf 3 april in de bioscoop. Daag!